Meneer de Kroo, u hebt in vier jaar met Vivaldi enorme putten gemaakt. Vindt u dat grappig? Ja, maar, Alexander, mensen maken zich zorgen. Het zijn ook mijn zorgen. U kunt de mensen toch niet blijven uitpersen? Zo ondermijnen nou we het geloof in eigen kunnen. Denkt u dat mensen en bedrijven dit zomaar zullen blijven slikken? Cijfers aan de Nationale Bank die bevestigen dit. Dus u wil blijven meer en meer schulden maken. Maakt u zich geen zorgen over onze kinderen en kleinkinderen? Gelooft u nog in de kansen van Open VLD? Is nu bijna voorbij. Hoe omschrijft u de partij in twee woorden? Spanningen en conflicten. Staat u eigenlijk soms stil bij de burgers en bedrijven? Hier in de Westraat is men met zichzelf bezig. Desondanks doet ons land het in vele opzichten, en zeker economisch, goed. Oké, okay, maar enorme putten maken om groeicijfers te manipuleren, dat is toch niet oké? Okay? Dat begrijpt toch iedereen? Ja, maar u maakt de mensen wel iets anders wijs. Dat is de enige weg. U kunt toch ook gewoon eerlijk zijn? Waarom lost u geen enkel probleem op? Problemen oplossen gaat nooit. Dat ervaar ik elke dag. Maar wat heeft de burger dan aan uw regeringsdeelname? Dwarsliggen. Dat is waar we voor staan. Daar moet een einde aan komen.